Nee, nee. En Pernis ook niet. Nee, Pernis ook maar Pernis is groter, hè? Ja, dat heeft Pernis was groter. Dat heeft nu nog meer dan 4000 inwoners. Ja. We zijn daar op bezoek geweest. En daar hebben ze mooi ingebufferd in het groen. En daar ligt het dan vlak tegen de grote olie Shell raffinaderij. Ja, de raffinaderij. Het ligt echt in de industrie. En tafelgebied, hè? Maar daar hebben ze dat schoon. En dan konden ze met hun doel ook. Ja. Want er is dingen daar op bezoek geweest, Mieke Vogels, dat is wel, als ze nog minister was. En dan heeft ze gezegd, dat is een voorbeeld in Pernis, dat moet in België ook kunnen. Ja. Ja. We zullen er een regeringszaak van maken. En desnoods stappen we uit de regering, zei ze. Ze hebben het niet gedaan. Nee. De portefeuille was belangrijker dan de daad. Dan de principes. Ja. Het geld overwint altijd al. Ja. Het is spijtig, maar het is zo. Want hadden wij geen goede advocaten gehad, hè? We hebben advocaten die gratis werken voor ons. Hè? Alleen de gerechtskosten moeten we betalen helemaal. Dan had Doel al lang weg geweest. Hè? Want nu op het ogenblik is er een ding nog geldig, een uitspraak van de rechtbank. Dus de rechtbank van de eerste aanleg van Dennemond. Bij jullie zeggen ze de arrondissementsrechtbank. Ja, zeker. Ja. Bij ons is dat rechtbank van de eerste aanleg. En van het Hof van Beroepen qua Gent. Dat ze op het ogenblik geen enkel huis meer mogen afbreken. Dus dat geldt nog nu tot einde juli. Want ze hebben al een derde van de huizen, je ziet dat afgebroken. 90 huizen zijn er al afgebroken. En ze mogen geen enkele mens meer uitzetten, uit de woning zetten. Want vorig jaar zijn wij bedreigd he, met een deurwaarder hier aan handen. En ik ben daar zelf bij de politie geweest. Ik was hier veldwachter vroeger. Dus er zit een commissaris tegen mij. Je wordt politieman en nu zit bij de rebellen zitten tegen mij. Ik zeg, ja, dat is, ik zeg, dat is jullie schuld. Ik zeg, jullie hebben ons laten vallen gelijk de steen. Ik zeg, had u moeten verzetten, we zijn wel goed om belasting te betalen. En hij draaide zich om en dan was weg. Dan zijn we nog goed voor, om belasting te betalen. Dat is echt... ik kan niet tegen die onrechtvaardigheid. Hè. Ik ben 40 jaar bij de politie geweest. Hè. En dat heb ik nooit meegemaakt, zoiets. Hè. Nee. Ze kwamen hier, dus ze begonnen huizen af te breken. Maar we hebben toch een actiegroep hier, hè, van Doel 2020. Hè. En die jonge mannen bij ons, ik doe dat niet meer, ik ben 80 jaar. Die kropen op de daken om te beletten dat ze de huizen afbraken. Dat heeft een paar dagen geduurd. En dan stuurden ze een politiemacht van Brussel. De oproerpolitie, bij jullie zeggen ze de ME, de ME. Dus die kwamen daar met paarden, prikkeldraad, Spaanse ruiters, waterkanonnen, een helikopter hierboven met 60 man. En ik moest mijn pasje laten zien, ik woon hier 56 jaar, dan moest ik mijn pasje laten zien. Ja. Dat is vernederend, hè? Ja, ja. En ik zei tegen die commandant, ik zeg, zijn jullie niet beschaamd? Van hier met zo'n politiemacht af te komen tegen oudere mensen die zich niet kunnen verweren. Ja, maar wij moeten dat doen van overhand, we zijn gestuurd en dit en dat. Ik zeg, dat is ook beschaamd is. Die wist ook niet meer wat zeggen. Nee. Hey, dat is toch waar, hey, dat moet dat pas laten kijken. En als je jonge snuiters die je nog nooit gezien hebt, van hey, die moeten ook. Hey, dat is, maar als je dat uit de lucht moest gezien hebben, dat was gelijk een legermanoeuvre. Ja. Dit is een hele politiemacht. Hè? Alleen tegen wat oudere mensen dat hier voor. Ze hebben er nog een paar opgepakt van ons, zeg maar. Ja. Het is voor je eigen goed dat je verdedigt. Ja? Ja? Maar dat mensen zijn niet. Hè? Wat liefst? Ja, kijk, er zijn niet meer. Ja. Woon je ook in een randgemeente van Brussel? Nee, ik woon in Vilvoor. Ah, je Vilvoor? Vilvoor. Dat lijkt Koningsweer, dus. Ja. Ligt ondergrond onder Vilvoor. Ja. Maar we zijn een buitenkant, dat stond ook niet veel. Hier. De stad is heel proper, maar al de buitengemeenten die verdrijven. Ik vind het wel goed. En nu komt het, dus je krijgt een vergoeding voor je huis. Maar, ik zal een voorbeeld geven, ik durf dat rechtuit zeggen, sommigen durven dat niet zeggen. Je weet wat een huis kost op het ogenblik. Als je een gewoon huis, eigenlijk aan een verder, reken 200 naar 250.000 euro. In Holland is het nog meer, hè? Dat is in de huizen al duur. En je krijgt als vergoeding hier 125.000 euro. Oh. Maximum, hè? Oh. Dus komt de helft tekort. Ja. Waar gaat je de rest dan al? Ja. En dat schijnt in Nederland beter geregeld te zijn, heb ik al gehoord van vrienden. Dat je
je meer krijgt voor je huis. En ook kleine zelfstandigen, gelijk van een bakker, eenhouder, kapper. Die krijgen subsidie van de het Rijk in Nederland om zich terug te vestigen. Ja, hier moet je. Maar hier moet dat plat trekken. Je hebt al gehoord in Nederland. Dat ja, dat zou kunnen. Ik weet niet precies bij ons de cijfers. Ik heb er niet mee te maken gehad. Winst zal er niet aan maken, nooit. He. Maar, nee. Maar het is te zien wat je krijgt. He. Ja, ja. Maar dit is echt dus we kunnen geen huis niet meer kopen. Nee, nee. Dus dan moeten wij gaan huren. He. Ja. En dat kost ook veel geld. Ja. Dat was postkantoor in Brugels. Hier, ja, dat is het kleinste huis van Doel, maar dat was postkantoor. En een paar jaar geleden hebben ze uitgesloten. En onteigend. En hier woonde een oude mens, die is al gestorven, met een buur. En de andere kant ook, die is Rabever geworden. Ja. Maar ik kom hier veel volk in het weekend, hè? Ja, ja. Fotograferen van fotoacademies. Van, die zijn aan mensen geweest uit Groningen. Dat is 340 kilometer van hier. Uit Groningen, hè? Ik zeg maar, om meer uur s'nachts. Nee, maar schoonmoeder. Ja, goeiedag. Ik zeg, wat komen jullie hier in godsnaam doen, s'nachts om 1 uur? We zijn er al verdacht in natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja meneer, we hadden gehoord dat hier een soort spookdorpje is, ergens. Is dat hier? Spookdorpje, ergens in Vlaanderen, tegen de Nederlandse grens hier. Ik zeg, ja, dat is hier. Wel, wij willen dat vastleggen op een gevoelige plaat. En we waren aan de fotoacademie van Groningen zeker, of Utrecht geloof ik, waren er ook. Er is jaarlijks zo'n filmfestival, het Gouden Kalf. Ja, 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 Utrecht. En er is een Nederlandse die heeft hier een film gemaakt, Karin Goeiers heet die. Zullen jullie niet kennen, ze was van Amsterdam. En die is genomineerd, is die film. Dat is een mooie film, ik heb hem op video. Ja, dat is leuk. En die heeft hier veel weken gefilmd hier in Doel. Er komen filmen uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland. Finland, Peru, Chili. Alleen maar, ongelooflijk. Alleen maar voor u of voor het dorp? Daar weten ze beter, dan zijn ze op de hoogte van wat zich hier afspeelt. Ja, ja, ja. Beter ja. Dan onze eigen ministers. Ja, ja, dat geloof echt ik echt waar. Ja. Hey, want die mensen in het Amazonegebied, die zijn waarnemer een tolk, een Portugese tolk. En die zeggen, wij vergelijken de strijd hier een beetje met voor het regenwoud. Ja. Dat zijn ook de grote multinationals die daar duizenden hectare bomen rooien allemaal in voor industrie en dingen te vestigen allemaal. En dat zijn ook allemaal kleine boerkes, kleine landbouwers die maar juist het zout in de pap verdienen. Ja. Hey, 10 maal minder dan hier dat die mensen verdienen. Ja, en dan gelijk toch. Ja. Ja. Hoe lang woont u hier? 56 jaar. 56 jaar? Ja. Maar hoe lang is het nou dat het ja, zeg maar een verval is? Zeg maar? Ah, wel, dat het acuut geworden is, dat is van 98 eigenlijk. Oh, okay. Dan is de beslissing genomen. Allee, zeg maar 10 jaar. Dat al de strijd al duurt. Hè. Oh, okay. 10 jaar. Ik dacht eigenlijk dat het langer was. Nee, nee. In 95 was er al sprake van hier een dok te maken, dat dok dat hier nu ligt. Maar dan dachten we, dat is ver van ons bed. Maar in 98 is het eigenlijk, dan is er een geheim beslissing genomen, ja. In Brussel. Waar we niks van af wisten. Hè. En die beslissing die hield in dat Doel in de toekomst niet meer leefbaar zou zijn door de aanleg van dat containerdok hier. Dat hier nu ligt, de deurgangdok. Nochtans had een studie ingericht door de Universiteit van Leuven in opdracht van de Vlaamse regering, aangetoond dat Doel perfect leefbaar was. Zelfs met de aanleg van dat dok, als men milderende maatregelen nam, zoals in Pernis. dus, maar wat hebben ze dan gedaan? Je moet goed luisteren, dat is ongelooflijk. Die leefbaarheidsstudie hebben ze vervalst. In opdracht van de Vlaamse regering en die professor, dat was een zeer knap bevoegd persoon, die hebben ze gedreigd met broodroof. Als ze de teksten in de studie niet aanpasten. Aanpassen noemen ze dat. Ganse teksten schrappen en opmaken in de zin dat ze konden aanhechten, zo gezegd. Hè. Dat is hier gebeurd. Oh, maar die kerncentrale, heeft dat hier niks mee van doen dan verder? Ja, ook.
Kijk, de kerncentrale, de eerste doel 1 en 2, die reactoren die staan er van 71, 72. En de twee laatste, doel 3 en 4, die grote koeltorens dat je ziet, dat is van begin jaren 80. Maar rond de kerncentrale is er een veiligheidszone, dat zijn Europese normen, internationale normen, van 1800 meter. Dus binnen die 1800 meter mag er geen enkele industriële bedrijvigheid zijn. En zeker geen dok. Als ze zo diep graven, dat is gevaarlijk voor, voor het grondwater, voor de funderingen van de centrale. En dat mag absoluut niet gebeuren. En hier staan we ongeveer op, van de eerste reactor van de kerncentrale, op 1200, 1300 meter. Dus we zitten hier nog in die veiligheidszone. En de kerncentrale heeft ook bezwaar ingediend, natuurlijk. Hè. Ja, die moeten dat doen. Ja. Dus en nu moeten we afwachten. Hè. Dus eigenlijk hebben we nog een bondgenoot aan de kerncentrale, zullen we zeggen. Ja. Heeft u daar ook tegen geprotesteerd? Ja, in het begin. Dat was een massaal protestactie. Ja, wij kenden dat niet, een kerncentrale. Onze burgemeester, dat waren landbouwers, boeren. En die zeiden, ja, dat is een gevaarlijk spel en dat is iets met stralingen. En de mensen kenden dat niet. We hebben dat afgekeurd, hè, de gemeenteraad. We hadden zelf de gemeenteraad hier. Onmiddellijk afgekeurd. Tweemaal. En toch hebben ze dat doorgedreven. Ja, hè. Ja. Daar zijn hier duizenden mensen geweest, ja, uit gans Vlaanderen. Die protesteerden en allemaal. Maar zes weken nadien begonnen ze met de voorbereidende werken. Dus je hebt daar niks in te vertellen. Nee, weinig. Openbaar nut noemen ze dat. Ja. 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 Dan kunnen we een boek vastschrijven. Hè. Ja. Echt waar, als je daarmee begint. Ja. En nu, hoe is het in die verlatenheid om hierin te leven, zeg maar? Ja, dat is niet plezierig. Het wordt onveilig. Hè. Elke week, bijna elke nacht, rijden hier roversbenden rond. Zowel uit Nederland als van hier, uit het grensgebied. Zelfs uit Frankrijk komen ze. Noorden van Frankrijk. Uh-huh. Rijssel en die kanten. En die komen kijken wat er nog te plunderen is. Maar er is niet veel te plunderen, want alles is al ingehaald. Ja. Maar bijvoorbeeld een keuken. Hey, als je je onteigent, die mocht je niet meenemen. Hey. Dus al wat vast staat. En wel, dat breken ze ook nog uit. Hey. Ja. Deuren, ramen, vloeren, schouwen, keukens, boilers, badkuipen. Noem maar op. En daar hebben hier eerst een hele hoop krakers gezeten. Dat is een jaar of vijf geleden begonnen. Die streken hier neer en die kropen gewoon in die huizen. En die gebruikten maar elektriciteit en water. En die betaalden geen huur of niks. Maar die zijn nu allemaal weg. En dan een hele bende Roma-zigeuners. Die hebben hier ook gezeten. In 120, 130-tal. Hier allemaal in die huizen en hier verder zaten, die kropen die binnen. En eens dat ze binnen zitten, dat schijnt een ongeschreven wet te zijn. In Nederland is eigenlijk het voorbeeld van de krakers begonnen. Maar ik weet niet wat dat bij jullie ook is, maar eens dat die krakers binnen zitten, mogen ze niet uitgezet worden. Ik weet niet wat dat bij jullie ook is. Want dat is een feit, dat noemen ze een feitelijke kwestie. Dan is die woning gebruikt of bewoond. En ze kunnen ze er wel uitzetten, maar dan moeten ze een burgerlijk geding aanspannen. Ja. Voor ieder geval afzonderlijk. En dat hebben ze op een duur gedaan. Hè. Dan konden ze kiezen, ofwel moet je betalen, ofwel wordt je uitgezet. En die zijn nu allemaal weg, ofwel enkele die konden en wilden betalen, die zijn gebleven. Hè. En hier in de dorpskom wonen nu nog ongeveer 35 personen. Geen gezinnen, hè, personen. Dus dat is een huis of 15, 16. En 95% is ook onteigend, dus aangekocht door de Vlaamse overheid. Maar buiten het dorp wonen er nog een 150. Want het doel is uitgestrekt, dat gaat dat tegen de Nederlandse grens daar. En het verdronken land van Saaftingen en zo. Ja. Nog 150 wonen er daar nog, meeste landbouwers nog. Want dat zijn de polders hier, hè, vruchtbare polders. Die is men ook bezig aan het verwoesten. Onder het zand spuiten. Hè. Hey, dat noemt men het compensatiegebied. Ze geven dat altijd een mooie naam. Hè. Ja. Compensatiegebied. Dat wil zeggen, de grond en de landbouw en de natuur die verdwenen is door de aanleg van dat dok, moet gecompenseerd worden met eenzelfde oppervlakte. Aan natuur, vooral natuurgebied, maar in plaats van dezelfde oppervlakte nemen ze vijfmaal zoveel. Dus die boeren zijn allemaal hun land kwijt hier. Hè. Ja. Dat is ook bezig, hè. Dat is de kwestie van buiten het dorp dan. Ja.
Maar u woont hier in de straat? Ja, hier. Ja. Hier nummer 12. Oh, okay, waar dat spandoekje daar hangt. Ja. Okay. En dat huis hebben wij volledig, begin jaren 80, volledig gerenoveerd. He. Dat was alles uitgebroken, volledig nieuw gemaakt. Maar je krijgt maar een goede helft van de waarde. Ja. U woont in een koophuis of een huurhuis? Nee, dat was eigendom. Dat van ons, eigendom. Ja, maar nu niet meer. Nu is het eigendom van de Vlaamse regering, van, van de staat, van het Rijk. Ja. Maar u betaalt dan huur daar, een vergoeding voor per maand? Ja. Ja. En u heeft water, elektriciteit? Ja, alles. Okay. En verzekering natuurlijk, moet ook hebben, voor klanten. En, maar verder laten ze alles hier verkommeren. Er is weinig of geen politietoezicht. Ik heb er al op gereclameerd, zoveel. En dan zeggen ze, ja, we kunnen overal niet gelijk zijn. Ja. Ze moeten 22 kilometer ver komen, de politie hier. Ik heb hier nog geweest, dat waren ze hier rechtover, stond dat huis er nog, s'nachts om 3 uur. Met een man of 5, 6 met een camion, de radiators aan het buiten halen. Ja. Dat waren nog, zo, nog van die zware gietijzeren radiators van vroeger, maar daar wordt geld voor gegeven. Die waren ze aan het buiten halen. Ja, ik durf niet tussenkomen, want die bedreigen nu direct. Hè. Ja. Heb jij daar zaken mee? Of, ja, zo? Ja. Waar bemoei je mee? Of, ja, we moeten nog oppassen of we krijgen nog een pak slaag. Ja, dan heb ik de politie gebeld, ja, die waren daar bijna een uurtje na dit. Ja, ze blijven wachten. Dan waren ze natuurlijk al de plaat gepoetst. Hè. En zelfs overdag, hè, dat was dan s'nachts, maar ook overdag breken ze zelfs dakramen uit en zo. Ja. Velux-ramen, en hoe wil je dat ook zo? Velux-ramen. Ja. Die hebben hier allemaal meegemaakt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Een paar maanden geleden hebben ze in de kerk, dat zijn mooie ramen, gebrandschilderde ramen, een steen doorgegooid van het kerkhof. Hè. Die lag op het altaar. Ja. Dat zou je niet moeten proberen in een moskee of zo. Hè? Nee. Dat is de oorlog, hè? Dat steken ze auto's in brand. Ja. En onze pastoor, ja, de kerk staat nu leeg. Die is 3 jaar geleden gestorven. Dat was hem echt een brave mens. Want die gaf alles weg wat hij bezat. Zelfs aan die Roma's die kunnen. En nu is het af en toe nog een mis, met de oogdagen, dan wij zeggen, met Sinksen, Pinksteren, Pasen, Kerstdag, Allerheiligen. Maar dat is dan een erepastoor voor 5 gemeenten. Ja. Maar dat is overal een beetje nu. Hè. Er zijn te weinig priesters, natuurlijk. En nu met die laatste schandaal. Dus blijven er nog minder over. Ook nog bij. Maar zo was onze pastoor niet. Hè. Nee. Echt, dat was een mens, ook al eind van het 70, half van het 70 jaar. Dat was nog een heilige eigenlijk, zou ik moeten zeggen. Ja. Een goeie. Ja, dan zeg ik tegen hem, meneer de pastor, zeggen wij. Ja. Jullie zeggen kapelaan of ding. Ja, je mocht dat niet toe, je geeft alles weg. Straks heb je zelf niks meer. Ja, wat zijn toch brave mensen, Maurice, zitten dan tegen mij. En hij verstond er geen woord mee, want we spraken Kosovaars of Joegoslaviërs. Die Roma-zigeuners die leven het totaal anders. Hè. Die kinderen die lopen midden in de winter blootvoets op straat. Ja, ja. In een dun rokje. En die worden niet ziek, hè? Nee. En hebben die hout nodig? En wel, ja, dan nemen ze het waar het staat. Hè. Dus mijn fiets die was ook gepikt. Mijn fiets, hè. Dat was de eerste keer. Vroeger lieten we ons fietsen gewoon buiten staan. Ja. Allee, ik was maar 20 minuten weg en mijn fiets was weg. Hè. Ik zeg, oh, dat zit iets meer lappen. Ik zeg, ga zoeken. Bij die Roma-zigeuners, ik heb hem gevonden. Hè. Ik ging er verder in de straat, want het is een huis gekraakt. Ik zeg, jij bent een dief. Je bent een dief. Ik zeg, dat is, fiets is van mij. Ja, hij verstond me niet natuurlijk. Hè. Nee. Ik niet verstaan. En hij zegt, maar fiets stond toch op straat zitten? Ik zeg, ja. Dat is van alle man zitten. Dat is uitgepraat, hè, natuurlijk. Dat is uitgepraat, hè. Ja. Ja. Nou, hoe lang blijft dit nou nog zo? U zei net, er speelt een rechtszaak, of niet? Of? Ja, dus dat vonnis is nog geldig tot eind juli. Oh, okay. Dan komt dat terug voor het Hof van Beroep in Gent. Dat is het grote gerechtshof, het Hof van Beroep. En uitspraak waarschijnlijk september.
En we hebben goede hoop dat we het zullen winnen. Want op het gewestplan, of bestemmingsplan, zeggen jullie, is Doel nog altijd officieel woongebied. Dus eerst moeten ze dat gewestplan veranderen. Maar dat is niet klaar op een jaar. Want dat omvat gans de linkeroever van de Schelde. En de onmiddellijke noodzaak, moet goed luisteren, de onmiddellijke noodzaak voor de aanleg van een dok ten openbare nutte kan niet aangetoond worden. Want de huidige dokken werken maar op een vijfde van hun capaciteit hier. Dus ze hebben zeker nog 10, 15 jaar tijd. Dat dok zal er nooit komen. En vooral omdat ze ook in andere havens niet stilzitten. Hè. Het is niet alleen door de crisis. Maar Rotterdam is ook weer aan het uitbreiden op de Maasvlakte. Tweede Maasvlakte. En dan, dat van groot belang hier is, dat is Vlissingen. Dat ligt aan de monding van de Schelde. Ja. En er is geen enkele kapitein of rederij die graag de rivier opvaart. Nee. Mijn broer is ook zeekapitein geweest, er lang omvaart. En nautisch deskundige. Als die kunnen zich vestigen dichter bij de kust, bij de zee, om te laden en te lossen, dan zijn die hier weg. Hè. Want dat zijn niet de Chinezen die nu baas zijn. Hè. Singapore is hier de plak, hè, in die dokken. Ja. PSA heet dat. Okay. Port of Singapore Authority. En die zijn hier baas. Hè. En als die morgen bijvoorbeeld 2% meer winst zien, in een andere haven zijn die hier weg. Weg. Ja. Die zijn er niet uit liefde voor Antwerpen. Hè. Nee. De aandeelhouders, nee. Ja. Percent. Ja, 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 ja. Ja. Nee, want als ze van Vlissingen komen, moeten ze loodsen betalen. Ja. Nee, loodsen. Ze moeten sleepboten hebben hier, sluisrechten, dingen, dat weet ik allemaal. En als ze dat kunnen vermijden, die kijken alleen maar naar winsten. Ja. Dus de haven is geweldig achteruit gegaan. Hè. Het stukgoed, of bulkgoed, als ze zeggen, is meer dan de helft achteruit. Dat is overal wel, maar dat wordt dan opgevangen door containervervoer. Maar zelfs dat is hier zichtbaar achteruit gegaan. Hè. We zien dat hier genoeg de schepen dan niet passeren. Hè. En kijk maar de kranen die daar omhoog staan. Ja. En nogthans hebben ze daartussen een buffer gelegd, zoals in Pernis. Maar daar is daar rondom, hè. Met bomen allemaal, zeker 100 meter breed. Is zelfs een verbinding, geloof ik, naar Rotterdam, ja, met metro, een soort metro of zo. En wel, dus wat wilde ik nu gaan zeggen? Dit is bij ons wat verder ontwikkeld, denk ik. Wat is dat? Het is bij ons wat verder ontwikkeld. Pernis en Heiplaat, ja. Dat is blijven bestaan. Ja. En het heeft ook weer bestaansrecht, zeg maar. Ja. Ja. Het is niet verlaten. Nee, want in Pernis, daar is alles nog voorzien. Hè. Ja. Daar zijn horecabedrijven. Ja. Hey, dat zijn hotels zelfs, geloof ik. Een paar. En dan cafés, herbergen. Daar is een dokter. Daar zijn jeugdhuis, gemeenschapshuizen, zoals men zegt. Ja. En dat kon men hier ook. Want kijk, dat zou een belangrijke taak kunnen vervullen, het dorp. Hè. Het ligt vlak tegen het havengebied. Voor mensen die daar werken, die wilden hier komen wonen. We hadden op een zeker moment een wachtlijst van meer dan 200. Die aan hier onmiddellijk wilden komen wonen. Toen waren die leegstaandhuizen nog in goede staat. En die wilden huur betalen en alles. En ze mochten niet. Ja. Dus maken ze het dorp kunstmatig kapot. Hè. Ja. Ja. Dus en dan, dat zou hier woon-werkgebied kunnen worden, zoals Pernis. Uh-huh. Want daar wonen er ook jonge mensen in Pernis. Hè. Ja. Ook ouderen die naar hun roots terugkomen, die aan de haven gewerkt hebben en zo. Ik heb me daar goed geïnformeerd, allemaal. En dat hebben we gevraagd aan jonge mensen, wonen jullie hier graag? Hè, midden? Ja, zeggen ze, we hebben hier alles. En ze wonen liever buiten de grote stad als in de stad. En dat zou hier ook kunnen. Dus dat zouden horecabedrijven hier kunnen gevestigd worden. Kunstenaarsdorp. Nu proberen ze dat te doen met die graffiti en allemaal, maar ik zie dat niet zo graag. Sommigen zijn mooi, sommigen noemen dat mooi, maar... Ja, niet alles is mooi natuurlijk. Vind je mooi. Nee, er zijn hier historische gebouwen, zoals daarachter het Hooghuis. Ik weet niet waar je er al geweest bent. Nee, ben ik niet. Je moet er eens gaan kijken. Daar zit een schilderes nu, die als zomeratelier gaat. Maar je mocht er vrij binnen gaan. Dat is van 1600. 1613. Tijd van Rembrandt en zo, zeg maar, nog een beetje daarvoor. Van Rubens is dat geweest. Die schilder Rubens. Ja, ja, ja. Dat was eigendom van de familie van Rubens. Oh, grappig. Dat is in de oorspronkelijke staat. Hè. En dat is een beschermd gebouw. De monument, alleen beschermd monument. Ja. En toch willen ze het afbreken. Ja.
En de molen ook op een dijk, dat is ook een beschermd monument. Het is wel heerlijk rustig hier. Ja. Ja, wat ze dan zeggen, ja, er wonen niet veel mensen, maar vroeger was dat ook zo rustig. Ja, ja. Dan zaten wij buiten op een stoel hier in de zomer. Ja, dat is zeker. Nee, maar vroeger was dat zo in de dorpen, dan zaten de mensen in de zomer buiten. Ja, ja. Op een stoel, hè. En de vrouwen maar babbelen. De mannen. Ja, ja.